begin van de jaren 70 hebben wij met Dolomina een actie gevoerd tijdens de misverkiezingen. Onze bedoeling was van aan te klagen dat vrouwen gebruikt worden als seksobjecten, dat die misverkiezing enkel een keuring is, zoals een veekeuring. We hadden dat ook op een affiche uitgebeeld. Misverkiezing is gelijk aan veekeuring. We hadden het niet zozeer tegen de individuele vrouwen die deelnamen, maar wel tegen het principe dat zo'n dingen konden georganiseerd worden en werden georganiseerd. Vonden dat heel vernederend voor vrouwen. En hoe hebben wij die actie gevoerd? Iemand van een vrouwengroep in Brussel was tot in de eindselectie geraakt, dus was bij de finalisten. Tijdens het defilé is zij naar voren getreden, heeft haar vuist naar boven gestoken in de feministische beweging. En geroepen, halt aan de uitbuiting van de vrouw. Op dat moment zijn we met tweeën op het podium gesprongen met een heel grote spandoek die nog eens herhaalde, halt aan de uitbuiting van de vrouw. Een zeer geslaagde actie, mag ik wel zeggen, die ook heel gunstig is onthaald in de media, ook in de populaire media. Dat zou vandaag eigenlijk niet meer kunnen.